Kinderen in groepen 7 en 8 komen in de puberteit. Ze worden verliefd en sommigen krijgen verkering. In de les is aandacht voor het veranderende lichaam, hun zelfbeeld, internet, seksualiteit en seksueel misbruik. Ook anticonceptie en communicatie over wensen en grenzen komen in de lessen aan bod. De sfeer is altijd, dat is heel apart, het is altijd een hele intieme sfeer in de klas. Als je van tevoren goede afspraken maakt van jongens, alles wat we bespreken deze week blijft binnen de muren van het klaslokaal. Dan krijg je een intiemere band met je kinderen. Dus het gaat over iets anders dan rekenen of taal. En dat is toch, in het begin is het gek, maar daarna is het eigenlijk wel heel fijn om dat met elkaar te bespreken. En die kinderen krijgen ook een soort rust over zich. Van nou, ik weet wel wat mij te wachten staat als ik eraan toe ben. Juf, wat is pijpen? Juf, wat is beffen? Kun je van beffen aids krijgen? Dat soort vragen krijg je dan. En dat is in het begin een beetje onwennig natuurlijk. Van, oh, hoe ga ik hierop reageren? Maar naarmate je langer met het pakket werkt, wordt het makkelijker. En kun je dat ook rustig uitleggen. Ze hebben wel eens de neiging om dat een soort van brutaal te doen. En dan zeggen ze, juf, doe jij het wel eens? En dan geef ik geen antwoord, maar dan zeg ik, nou luister, ik ben 32, ik ben getrouwd, wat denk je zelf? En dan moeten ze allemaal heel vreselijk giechelen en dan zeggen, ja, de juf doet het ook. En dan is het klaar, dan is het gewoon goed. Kjeld. Nou, het is misschien een rare vraag, maar... Niks is raar, kom maar. Maar kijk, als je zo aan het vrijen bent, Moet je dan, voel je dan als je sperma komt, of moet je dan net zo lang doorgaan tot het komt? Het gevoel bouwt zich op, dus dat voel je vanzelf. En aan het eind is er dan het soort... Ik weet niet hoe dat voor een man voelt, want ik ben natuurlijk een meisje, dus ik weet niet hoe dat voelt. Maar het bouwt zich op, je raakt steeds meer opgewonden. En dan komt er een moment dat je denkt... Ah, dan ben je helemaal gelukkig. En dan komt het. Halleluja. Ja, dan kom je klaar. Weerbaarheid is dat je zelf allereerst kennis van zaken hebt. Dus dat je weet wat ze bedoelen als ze tegen jou zeggen van wil jij mij pijpen, ik noem maar wat. En nee zeggen is dus nee zeggen als je iets niet wilt. Dus echt voor jezelf opkomen. En dat hoeft niet alleen maar seksueel getint te zijn, maar dat kan ook tijdens een logeerfeestje zijn dat een vader een rare opmerking maakt van zullen we samen douchen? En hoe ga je daarmee om? Dus hoe maak je jezelf weerbaar tegen al die invloeden die je van buitenaf krijgt. Dat vinden ze in het begin best lastig. Want het is toch een volwassene die dan iets tegen je zegt. Of nou ja, in de voorbeelden dan. Maar ze leren wel, doordat ze weten wat dingen betekenen, doordat je ze kennis meegeeft, leren ze van nou, hier ben ik aan toe en hier niet. En ze leren echt hun grens aangeven.